Vandaag was NEC in eigen grove stadion met 3-1 te sterk voor Cambuur. En na dit duel spraken we met coach Adrie Bogers, met man of the match Mohamed Rai en met Greg Breinburg. Ja, de overwinning is er, 3-1. Op papier zien de overwinningen altijd heel makkelijk uit. Als je er kijkt, maar als je de wedstrijden ziet, het gaat soms nog wel echt moeizaam. Ja, inderdaad. Het zijn, we wisten dat Cambuur een lastige tegenstander was die veel kwaliteit heeft. Dus ja, we waren gewaarschuwd en nou ja, dat heb je wel terug kunnen zien. En uiteindelijk worden die wedstrijden op details beslist. En we moeten ook niet de illusie hebben dat we iedereen zomaar ondersteboven gaan spelen. Dus hartstikke tevreden met de overwinning. Ik denk dat ik er nog wel op de eindfase wat meer had kunnen maken. Maar ja, natuurlijk 3-1 overwinning, 1-0 achter. Dan mag je uiteindelijk wel tevreden zijn. Ja. Hoe ging het vandaag voor jezelf? Want je was verhuisd van rechts naar links. Ja, Arnoud Groeneveld was geblesseerd. Dus ik start op links. Ja, en nu dit seizoen een beetje op rechts gewend. Dus, maar ja, eerste helft toch wel veel dreiging. Alleen de tweede helft ging ik gelijk naar de rechterkant. En dan zie je ja, dat ik gelijk vanuit die kant twee goals maak. En ja, misschien is dat toch een beetje die gewenning die ik heb van dit seizoen. De wedstrijd begon leuk. De eerste minuten van de eerste helft. Spectaculair. Kansen. Kansen voor Cambuur. Grote kansen voor NEC in de openingsfase. Daarna zakte dat weg. Hoe zijn je de rust in gegaan? Nou ja, in principe niet anders als anders. Dat we gewoon aan de bal gewoon wat zuiverder moesten zijn. Want ik vond met name in de eindfase waar we heel slordig met voorzetten die we tegen mensen aanschieten. En een paar keer ook buitenspel gestaan. Dat ik dacht van, dat is gewoon niet attent genoeg. Dus dat heb ik ze wel even aangegeven. En ja, voor de rest eigenlijk blijven voetballen zoals we altijd voetballen. En nou ja, dat viel op het laatst wel aardig uit, moet ik zeggen. Ja, je weet gewoon, Cambuur zet goed druk af en toe, zakken in en ze hebben ook wel gevaarlijke spelers. Dus je moet de ploegen gewoon niet onderschatten en dat deden we ook niet. Maar nog al met al hebben we gewoon hebben goede zaken gedaan en daar gaat het om. En op dit moment maakt even niet uit hoe. Ik denk dat Cambuur ook gewoon een goede elftal is, dus prima scoren vandaag. En dan is de wedstrijd afgelopen, vier feesten met het publiek. Het is een gezellig feestje. En dan kijk ik even naar de uitslagen bij de andere wedstrijden. Ja, ik keek even tijdens de wedstrijd even Jong Ajax stond 0-3 achter. Ja, dan weet je dat je bovenaan staat. En ja, we moeten gewoon deze lijn doorzetten. En ja, nu even rust, weekendje. En daarna gewoon weer volle bak doorgaan. Maar bovenaan is wel lekker. Ja, tuurlijk. Vooral als je nu interland weekend ingaat en bovenaan is, kan je extra lang van genieten. Dankjewel. Alsjeblieft.